Ja, dat klopt. Gaan we naar de volgende, dat is... ...goed heb. Mijn ID is 3. Kijk. Zoiets, reageren allemaal. 7-9. Oh, oké, toppie. Maar misschien een pleintje zou wel een grote wens zijn. Ja. Ja, sorry. Oké. Okay. Yes, ambulance hier, kan jij snel even bij deze heer op de grond? Ik sta met deze nog met mijn... Alright, ik ga wel even met mijn collega's hier overleggen wat we gaan doen, oké? Is dat duidelijk? Ja, dat kan ik wel. Als iedereen even in mijn scherm kan gaan, dan zie je als het goed is basisopleiding, cursus en future roleplay. Zo erg vast. Laat hij nou een presentatie geven? Wat een enorme maagd. Nou, het goed is, zit iedereen erin. Als je er niet in zit, moet je er ook... Wow, besef dat hij gewoon een voor zich. Nou, om te beginnen, dat hij gewoon een presentatie heeft jullie training. Natuurlijk bij het trainingsgesprek hebben we deze hele presentatie moet je online gaan zetten. Neem aan dat deze ook is weer. Nou, hier zie jij nog een paar grappige foto's om het zo te zeggen. Ik zie dat hier... Oh, zeg wat grappig. Er staan ook nog een paar oude tussen, zoals deze. Heb je dat deze een oude? Tering, was dit grappig, joh. Godverdomme. Denk de baastraining. Nou, af en toe hebben we ook wel een beetje lol, om het zo te zeggen. Voertuigs over de kop, voertuig in het water. Nou, Kamara-auto in het HB, noem alles maar op. Oh, wat is dit grappig. Gaan we naar informatie, promoties zijn om de week. Eigenlijk jullie... Wanneer al verplicht 14 uur ambulance worden per week. Moeten meelopen en in principe... Dat is het ook voor iets raars. Waarom zou je neerzetten minimaal 14 uur in 2 weken, dus 7 uur per week? Ja, hoe zeg je niet gewoon 7 uur per week? Hoe zeg je niet gewoon 7 uur per week? Of een uur per dag? Weet ik ook niet. Mensen. Kennismaking uren. Nog langer presenteren. Oh nee, hij is helemaal niet klaar. Hij is nog lang niet klaar met zijn presentatie. Eventjes voor jullie, ik heb hier een filmpje in je schietmelding behandeld. Dit hoeven jullie nog niet te weten, om het zo te zeggen. Hoe ze leg je dan uit, idioot? Wat ik lekker makkelijk ga doen is het filmpje even afspelen. Het gaat vooral om het begin. Af en toe zou ik eventjes het stopzetten en even toelichten. Dat zou het eigenlijk zijn. Mag je niet praten hier dan? Dat doen we dan even deze keer als, als praktijk. Gedeelte om toch nog een beetje kennis te kunnen krijgen hoe je nou iemand omhoog helpt. Moet heel even kijken als ik deze groot maak, zien jullie dit dan? Je moet gewoon die hele presentatie online zetten. Ja. Oké, top. Heb jij je rol hier bij? Als iemand niet praat, moet je zeggen, en dat is mijn vriend, en dat is I3379. Yes, ik ben nu aan het joinen in de stad. Jure, of je zegt nu gewoon, kun je mij nog even doen? Die van mij is nog niet goed gedaan. Ik had bij mijn andere die zegt dat. 7-0. 3840, 3840. Kijk. Ja, ik heb een dankje. Zeg even, zeg mijn, ik heb mijn rol nog niet. Zeg, ik heb mijn rol nog niet, kan jij even 3840? Nou, dat neem ik aan voor wel. Ja. Voor jullie, de bedoeling is dat jij wel uit dienst wacht op jouw op je koppel eigenlijk, om het zo te zeggen. Om het zo te beginnen, een rondleiding, ik hoop dat je Amber kent. Ja, zeg dat even. Of wil je een rondleiding? Ik wel, ik heb er geen idee. Nee, ik had mijn opleiding verkeerde. Twaalf zijn. Ik zou letterlijk eens zeggen, we gaan heel eventjes... Mag ik heel even storen? Mag ik heel even storen? Jij mag storen. Die ID die ik net opnoemde was niet helemaal correct. Mijn ID is 3840. Excuus. Dan moet ik heel even kijken wie ik dan net wel een rol heb gegeven.
Ah, oh, kut. Jalla! Ik ben uitgenodigd. Zeg, ik noemde per ongeluk de verkeerde op. Of zo. Ik zeg gewoon anders, volgens mij noemde ik iemand op die hem nu al heeft ofzo, zou ik dat zeggen? Ja, ja. Ik ga gewoon niks zeggen. Maar je hebt geen rollen. Wacht, hij zegt niks, prima. Wat is het nu? 2021. Waar zijn we? Ja, jij hebt wel je Amber-rol of heb je die ook niet? Nee, niet in game. 3840. Ik heb gewoon de verkeerde ID. Volgens mij was het. Ja, maar heb jij je Amber-rol in de stad, zeg maar? Nee, dat is 3840. Oké, man, bij jou sta je er wel in. Oh, ja, ik zag niks op mijn scherm. 3840. Je klinkt als een idioot. Ik moet toch een beetje een ander stemmetje opzetten. 3840. Mag ik even iets vragen? Kut, Piet, dat kom ik bij Joost GB. Ja, zeg. Ja, dat klopt volgens mij. Ja, dat klopt. Dat is hem. Dank u wel. Ja, ik heb hem. Even. Oké, top. Dekken! Wil je nog wat vragen? Wat een idioot. Ik. Yes. Boys, hou mij in de gaten, ja? Ik ga hem laten behandelen. Oh, ja, dat is het. Oké. Yes, ambulance hier. Kan jij snel even bij deze heer op de grond? Ik sta is deze nog met mijn... Alright, ik ga wel even met mijn collega's hier overleggen wat we gaan doen, oké? Is dat duidelijk? Ja, dat is helemaal goed. Alright. Ga voor. Voor jullie collega's, ik ben hier op dit moment in de tunnel. Ik zie een grote AK voor mijn neus. Een pistool en een collega die gehandslipt hier wordt. Ik weet niet wat we hier gaan doen, maar kunnen jullie ook hier een beetje naartoe komen? Waar was die ingang ook weer? Achter dat huisje die er ging uit. Hey, meneer, een van de ambus. Ja, het gaat echt om. Ja, ik hoor bekende stemmen hier weer. Er staan echt meerdere vuurwapens hier beneden. Een puinhoop, jongen, echt. Die agent, die meneer is niet meer te redden. Door, ja, oké. Nee, dat is helemaal goed. Eventueel bij deze collega gekeken? Ambulance, dat is mijn collega dat begon. Ja, maar jij ook niet. Ja. Rechercheur, kom eens ook. Ja, zeker. Ik heb jullie iemand. Even kijken, jongens. Hé, hey, heren. Ik wil hier best onderhandeling gaan, maar ik heb geen zin dat er 6 SRT's om me heen rijden. Dus jullie mogen of boven gaan wachten of iets. Ik wil hier gewoon even rust hebben, is dat duidelijk? Nee, als wij gewoon hier goed kunnen onderhandelen, gaan die hier niemand schieten. Dat een keer doen. Hallo, ik ga sleutel even de hardmonitor aan. Ja. Ik ben de ambulance, die was bezig met mijn pleister. What the fuck, ouwe. Dat weer. Meneer, ik heb u even bezig. Hey, even voor jou. Het wordt hier bizar druk. Ja, geen idee. Nee, dat is toch, man. Ik heb te weinig space om te werken, hè. Allee, krijg je wat ruimte. Wacht, kom anders even hier. Ik kan echt niet... Maar door wat is hij dood? Ja, 100% of niet? Hij staat op. Wat is hij dood? Zeg maar, nee, het Allee! Hey, stop, stop! Daar ligt hij weer. Dank u. Oh, ja. Hallo mevrouw, we gaan eens even kijken of je aanspreekbaar bent. Zeg, heeft u een zorgverzekering? Mevrouw, heeft u een zorgverzekering als u mij hoort? Ah, Jort, ik hoor toch niks! Heeft u een zorgverzekering? Een zorgverzekering, mevrouw. Typ even in /me, zeg /me. U mag het in uw hoofd schraven, als u wil. Nee, even kijken hoor, meneer. Even kijken of wat de schade is. Nou ja, doe even. Wat is zijn ID-markjes? 4786. 4786. Meneer, dit ziet er heel slecht uit. Dit gaat flink wat middelen kosten, meneer. Het gaat flink wat middelen kosten, meneer. Ik ga proberen om u omhoog te helpen, maar ik kan u zeggen, meneer, het gaat u flink rip uit uw lijf kosten, omdat u geen zorgverzekering heeft. Even kijken hoor, meneer. Ik ga u proberen om omhoog te helpen. Zeg jongens, even weg, ik ben mijn werk aan. Controleer ik de hartslag? Zeg jongens, ik moet mijn werk doen, hè. Ik
krijg geen toestemming. Mars, hoe de fuck doe ik dit? Allee jongens, ik moet eerst zelf. Hier, jij hebt toch de tutorial gevolgd? Je hebt een goed Wacht, Mars, wat is de speler ID? Je moet dit hele ID 4786. 4788. Ik heb even een reportje aangemaakt, meneer. Wow. Ik ga even kijken hoe het met uw hartslagjes, meneer. Waarom werkt het kutsysteem niet, man? 4786. Toch? Ja. Dat systeem werkt niet. Ik zeg het je alvast. Eens checken. Dat gaat u worden voor u, meneer. Staat die aap nog achter je, Marcus? Ja. Hij heeft 0 BPM. Oei! Oeh, dit meneer, helaas. Oeh, ik zie ook dat u bent gestorven door een combat log, meneer. Oeh. Kijk meneer, dit ik kan u helaas niet helpen, meneer. Ik moet u helaas doodverklaren. Als die flikker weg is, dan ga ik hem aansmeren, ja, met een kleine... Ja, zeg, we stappen nu in de auto en dan doen we alsof we wegrijden. En dan zeggen we, kunnen jullie wel helpen. Ik ga even meenemen naar de lijkendippel. We kunnen u natuurlijk wel helpen voor een klein prijs. Oh, meneer, oh, meneer, oh. Hier, niet zo debiele geluiden. Ja, er staat een mongool naast me. Wat doe jij? Wat doet hij, joh? Het gaat helemaal fout. Hier, ik zou hem gewoon kennen. Ik zou mijn collega, zal ik hem even pakken. Collega, zal ik hem even nemen? Ja. Hoe doe je dat? Hoe draag je iemand? Ja, weet ik niet. Het kutspel werkt niet. Persoon dragen doe ik. Ik wil me gewoon in die Kaulo-wagen stoppen. Heb je een brancard? Heb je mij in de auto gestopt? Nee, hij wilde niet in. Wacht. Nou, die flikker is al weg. Die flikker is al weg hier. Oh, kut. Ik lig op de brancard. Ja, oké. Meneer, helaas, u bent niet meer te redden. Excuus. Hier, die aap is weg, hè? Ja. Oh, nee. Nu is er weer een andere. Nee. Ja, meneer, ik ben bezig. Zeg, meneer, we kunnen een klein prijsje maken. Meneer, we kunnen een uitzondering voor u maken. Het kost wel een klein prijsje. Ik heb geen zorgverzekering, meneer. Het kost een klein prijsje. 5k en we kunnen hem ook maken. zeg maar, slash me. Als ik geen gehoor krijg, dan kan ik u niet verder helpen, meneer. 5k, klein prijsje. Zegt u, meneer? Ik ben skeer, oké. Excuus, meneer. Oké, okay, andere prijsje, andere prijsje. Hoeveel wil u? Hoeveel wil u geven? Hey, rappers sneak dissen mij en shit. Ja. Hou die shit thuis, broertje. Klerenkast open, twijfel of ik Gucci of Lacoste pak. Ik kan hem klippen in een Gucci of Lacoste pak. Want ik ben boef, gehad, die jongen waar ze over praten. Zo high, maar ik doe geen telefoonreclames. Jij maakt gewoon reclame. Ik heb flows voor haters, mij stay ziek. Holla me, heb ik het overvaren. SO Dreddies die blokken laten overvaren. 3 shows op een avond, meisje hier van zoontjes haasten. Heb het over dat ik niks overlaat. En draait het om money, weet ik niks overlaat. Jij bent boos op je pa, dat je moet lopen op straat. Maar word nou eens een man en wees gewoon op je zaak. Rappers uit mijn stad claimen nu te zitten op do. Maar toch leende je mijn kleren al, had je een show? Holla, moet ik nog zweren man, ik steeds een stuk boeit me niet. Boys hier met dikke riemen, maar we